Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl Nederland heeft vandaag te maken met een storing die boven het land ligt en die zorgt voor buigenregen. Die buigenregen treedt vooral over het westen, midden, noorden van het land. In het oosten en zuidoosten daar valt een enkel druppeltje, maar is het is toch grotendeels droog. De zon heeft het moeilijk, maar breekt toch heel af en toe door. Veel stelt het allemaal niet voor. Temperaturen vanmiddag zo'n 11 tot 14 graden. En die buige regen die houdt de grootte van de dag aan, maar trekt in de loop van de middag naar het noorden weg. Dat betekent niet dat het droog wordt, want vanavond gaat het dan vanuit het zuiden overal weer regenen. Die regen bereikt het noorden pas rond middernacht of iets daarna. Temperaturen vanavond een graad of 9. Morgen trekt dat regengebied weg en daarna krijgen we grotendeels droog weer. De zon schijnt van tijd tot tijd, dus de zaterdag is best aardig. In de avond komt er opnieuw regen. 12 à 13 graden wordt het en de wind die neemt ook wat in kracht af. Geldt niet voor de zondag, dan waait het hard tot stormachtig aan zee. Er vallen talrijke buien, kan het bij onweren en tussendoor schijnt af en toe de zon. Ook maandag en dinsdag is het wisselvallig weer en in de nacht van maandag op dinsdag kan het koud worden. Ik ben Michiel Scheverin van weerplaza.nl